Recht voor mij staat een gast en die heeft een bom gordel of zo om. En zo. Het is een melding, mogelijk inbraak heterdaad. Collega is ter plaatse, vraagt om assistentie. Je bent aangehouden. Ja, waar wil je nu heen, hè? Alle mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD voor Amor. Zoals jullie linksonder zien, krijgen we een melding van een persoon die rondloopt met een bom. Dus die gaan we meteen eens even van zijn sok rijden en arresteren. We zitten vandaag in deze Mercedes C-klasse is het denk ik, hè? Want er staat C20, of ik heb geen idee hoe Mercedes allemaal... Hey joh! Ja, en ik heb hem alweer gesloopt door. Super vet ding gemaakt door Wandertje. Ik ga hem jullie dadelijk laten zien als ik het niet vergeet. We moeten nu in ieder geval even gaan richting die gast met die bom. Want dat is niet helemaal netjes als je met een bom rondloopt in de binnenstad, hè, lijkt me. Het is wederom erg druk op de straat, op de weg. En dat is te zien. Maar we kunnen hem natuurlijk niet neerschieten. Loopt hij nou of staat hij? Ik zie niemand hoor. Of loopt hij nou wel? Ja, hij loopt wel. Maar wie is het? Degene die dadelijk gaat oversteken? Ja, het is wat hij nu gaat rennen. Oh, hij gaat rennen. Dus daar... Oh, daar wordt iemand van sokken gereden. Nou, dat wilde ik doen met onze bom, meneer. Recht voor mij staat een gast. En die heeft een bom. Gordel of zo om. Ik weet niet. Ja, het is bevestigd. Het is deze meneer. En nader. Ik weet niet hoe ik dit moet oplossen, hè. Ik doe ook maar wat, hè. Hij gaat hier wel oversteken. Dan is hier mijn kans om in te grijpen. Politie. Handen laten zien. Handen omhoog. Geen rare beweging maken. Want ik zie je gewoon in je been, hoor. Hey. Luisteren. Luisteren. Kan ik praten met hem? Hey. Please move close to the cell. Ja, dat wil ik niet. Hallo? Hey. Hallo, hoe gaat het, meneer? Niet goed, ik heb een bom in mijn handen. Ja, dat dacht ik al. Wat ga je doen met die bom? Ik heb deze bom gevonden naast de weg en ik wilde hem net naar het politiebureau brengen. Hier heb je hem. Oké. Okay. Mensen, jullie lopen door mijn vuurlijn. Goed, jij bent aangehouden. Ik vind het een... ik geloof je best. Maar dit zijn de meldingen. Die, zeg maar... waardoor een heel politiebureau... wordt ontruimd. En daar een grip 3 aan de hand is. Want dan iemand denkt, hé, ik heb een handgranaat. En die legt hem dan op de politiebalie. Of op de balie van het politiebureau. Zo van, hé, hier heb ik een handgranaat gevonden. Kunnen jullie daar iets mee? En dan is het ontruiming. Dus, ik vind het heel aardig. Maar beter bel gewoon 112 als je een... voorwerp ziet liggen wat lijkt op een bom. Ik ga je fouilleren. Je gaat wel even mee naar het bureau. We gaan het verhaal verder onderzoeken. Of we gaan dit verhaal allemaal een beetje onderzoeken. Je hebt namelijk een vuurwapen bij. En een meerdere sticky bombs. Nou, ik vind het ook een raar type. Moet je dat ook kijken hier. Kijk hier. Wat een gekkie. Dus graag een transportje deze kant op OC. Eenmaal aanhouding. Alles onder controle. Maar nou, dat was een spannende melding, hebben we niet eerder gehad. 12:05, ik ben onderweg. Dat is wel hoor. We zetten blauw nog even aan, voor het geval dat hier het verkeer anders helemaal gaat rijden. Zo. Goed, meneer gaat mee met mijn vrouwelijke collega. En zo! Die scheurt mij voorbij. Wat gaan we nou doen met z'n tweetjes? Een C-achtervolging, twee voertuigen, graag één naar deze kant op. Uitstappen! Uitstappen! Hand omhoog! Liggen! Ik doe even met vuurwapen. Zodat ik... hem al heb aangehouden en de collega's nu achter die andere gast kunnen aangaan.
Goed, je bent aangehouden voor artikel 5, gevaarlijk rijgedrag. En het transportje voor deze beste meneer en een takenwagen voor zijn auto. En dan kunnen wij meteen nog door naar daarachter. Moet dus wel een beetje snel komen. Wat wilde ik over zeggen? Ja, jullie hebben in ieder geval, er staat stop, politie, blauw, wit en ja, dat was hem. En achter hij was goed is nog volgen. Ik laat blauw even aanstaan, anders gaan we hier krijgen dat... Ik kwam van sportje, hè? Ik had het erop gevraagd. Maar niet was. Gemaakt dus door Wandertje. Hij is nog niet te downloaden, ik weet niet of hij gaat komen. Dan moet ik jullie even verschuldigd blijven. Wat ik wel weet is dat ik hem al mag gebruiken. Dus dat is wel super tof natuurlijk. In ieder geval. Ja, dat was hem. Stop voor, volgen achter en blauw met wit in de grill, zodat het extra zichtbaar is en natuurlijk het pitje. Wij nemen vandaag gewoon de noodhulpmeldingen aan. En het wordt een korte video. Waarom? Omdat dat een beetje mijn nieuwe tactiek gaat worden. En dan zou je denken van, oh jammer. Maar het voordeel daarvan is wel dat mijn video's kunnen blijven komen. Ik heb in de ambulance video gezegd van, hey, misschien stop ik er wel gewoon mee. Want kijk, het is een hobby voor mij dit. En dat weten jullie allemaal. En dat is leuk. Ja, die gaat er weer vandoor joh. Maar een hobby dat houdt ergens op als het niet meer wilt. En dat was nu een beetje, maar ja goed, ik heb even een oplossing gevonden. Dat is namelijk, het klopt dus niet, het audio loopt niet gelijk met het beeld. En dat kan een probleem zijn van het opnameprogramma. Nou, dan heb ik een nieuw opnameprogramma geprobeerd. Maar dan krijg je dat die alleen maar lag geeft. Nou, dus dat heeft ook geen zin. En vervolgens kan het dus wel met dit opnameprogramma. En dan moet ik het... de opname gooien in het programma Handbrake. Dan moet ik daar een instelling in zetten en die gaat hem dan soort van alvast voorrenderen voordat ik hem in het editprogramma ga gooien. Mij lijken daar geen problemen uit te komen. Ik klop het even af. De ambulance video is de eerste keer waarmee ik het uitprobeer. Die wat dus een paar dagen terug online is gekomen. Hij staat echter nog niet online als ik dit opneem. Dus ik kan jullie niet zeggen of jullie alsnog problemen ervaren. Wat ik wel weet is dat het dus hoe langer het bestand is wat ik in Handbrake moet gooien, hoe langer dat moet renderen. Wacht even, even die gast aanhouden. Oké. Auw, hé joh. Of ja, niet auw. Hoe langer ik moet renderen. Ja, ik sta vast, collega, je kunt me wel buiken. Ga naar achter, ga naar achter. Vriend. En hoe langer ik allemaal tijd nodig heb en die tijd die wil ik niet verspillen. Dus vriend, wat zit je me nou? Ik zet in ieder geval blauw even, ja. Dus die tijd, bijvoorbeeld tot ik een of een bestand van 30 minuten, zoals ik normaal opneem, erin gooi, kan ik nu ook een kwartiertje doen. Waar, ja, en dat scheelt mij wel wat tijd. Die ik normaal vrij had voor nog meer opnames. En nu ben ik die dus allemaal kwijt voor dat renderzooi. Nee, je gaat echt niet weer tegen mij oprijden. Je gaat uitstapje me aangehouden. Wow, joh. Jij wilt echt ontsnappen, hè? Heb je vuurwapen in je bek, hoor. Liggen. Maar wat er dus is. Dat lijkt goed te gaan. Ik hoop natuurlijk dat er ooit nog een fix komt tot het allemaal niet meer nodig is. Voor nu lijkt het mij een goede oplossing. Twee man aangehouden. We gaan even door. Dat betekent dan ook wel niet tot omdat ik nu maar een kwartier of zo opneem en de video misschien maar 12 minuten is, tot ik elke dag een video dan ga uploaden. Nee, het is nog steeds de tijd die ik heb, gebruik ik hiervoor. En de vrije tijd gebruik ik voor andere dingen zoals sporten, maar ja, opleiding en werken hoort er natuurlijk ook nog allemaal bij. Wat wilde ik nog meer melden aan jullie? Ja, helemaal niks. Ja, ik heb toch... Nu is het weer, ik druk op 8 en ik heb echt het gevoel dat ik gewoon hoor dat ik een transportje krijg, maar vervolgens komt het niet. Dus we gaan hier in ieder geval even weg, want ik krijg 18 fps en dat is niet heel veel voor de mensen die dat weten.
transportje en de takelwagen gaat zijn ding doen, maar wij gaan in ieder geval uit de drukte hier. Ja, ik vind hem super vet, de Mercedes gewoon. Hij is in het echt, bestaat hij ook. Vooral bij politie Rotterdam, de rijopleiding, die rijden hiermee onopvallend, heb ik gezien. Heb ik gezien in een video. Met hetzelfde kenteken. En die oefenen dan onopvallend rijden ofzo. Misschien wel voor het AT. Dus het is geen AT-wagen. Ik kan hem altijd eens gebruiken in een AT-video. Nu gebruik ik hem gewoon lekker voor de noodhulpmeldingen. We rijden even mee in een mogelijke winkel. Mogelijke inbraak. Kijk, dit vind ik gewoon leuk om daar lekker door die drukte heen te moeten manoeuvreren. Het is niet fijn als er een collega achter je zit die je dan ook nog even in je kont gaat duwen en zeggen van hey, ga jij eens heel snel vooruit rijden. Maar kijk, dit is gewoon vet om daar tussendoor te manoeuvreren. En je hebt ook nog steeds plekken zoals hier waar maar één auto staat, die Touran. Maar je hebt dus ook plekken zoals links. En als je daar doorheen moet met spoed, ja, dat is gewoon een uitdaging. Dus is een melding, mogelijk inbraak heterdaad. Collega is ter plaatse, vraagt om assistentie. Ja, er staat in ieder geval een auto. Er zit wel, er staat iemand zo te zien. Dat is verhoord. Dag collega. Hoi. Shit. Wat is hier gebeurd in het huis? Hi. Nou, er zijn vier mensen in het huis. Ze zijn mogelijk gewapend. Bedankt voor de informatie. Meldkamer gaan het huis in. Er is beweging. 1, 2, 3, 4 man. Oh, ze gaan er vandoor. Hey, even uitstappen, handen omhoog. Ik wil geen rare dingen zien. Handen allemaal omhoog. Omhoog houden. Niet naderen, niet naderen, niet naar ons toe komen. Gewoon op de knieën gaan zitten. Eentjes erbij. We gaan een paar rennen. Eén aanhouding. Eentje zit hier nog. Hey, als je rare dingen gaat doen, dan lig je. Ze klimmen mogelijk daar het hek over. Daar zit een collega bij. Er komt er eentje op mij afgerend. Hey, staan blijven. Hier komen. Hey, je bent aangehouden. Staan blijven. Opstaan. Opstaan. Niet zo aanstellen. Goed. Aangehouden. Naar het transportje voor deze beste heer. Eén collega vraagt om uw assistentie. Collega's gaan er achter één iemand aan. Nee, die gaan achter niemand aan. Shit. 12.05, nee. Ik ben onderweg. Dat is verhoord. Goed, ik heb een transportje gevraagd voor alle drie. De mannen die hier staan. Maar er rent er nog eentje weg en er zit blijkbaar niemand meer achteraan. 12.05, ik ben onderweg. Nee, ik hoef niet deze deur te openen. Dus die wil ik gewoon nog even pakken, puur omdat het kan. Mijn collega staat namelijk hier nog in de tuin. Oh, nu zitten ze zeker weer bekneld tussen mijn auto. Hoi, staan blijven. Je bent aangehouden. Ja, waar wil je nu heen, hè? Ik kan hem beter opgeven gewoon. Luister, je bent aangehouden. Je gaat ook mee naar bureau, verdenking inbraak. Mogelijk ook wapenbezit. Verboden wapenbezit. Ja, dat gaat arresteren. En hij is ook weg. Goed, en zo gaan we bij een einde komen van deze video. Ik hoop dat jullie in ieder geval een leuke video vonden. Ja, en wat korter, ja.
we moeten de overweging gaan maken. Hè. Gaan jullie nou zeggen van video is te kort. Ja, oké, dan gaat hij langer worden. En dan gaat hij waarschijnlijk weer verpest worden. En dan gaat hij nog minder video's online komen. En ja, dan maar lang, maar minder. Of gewoon in een normaal tempo. En vervolgens wel met een mooi resultaat, al zeg ik het zelf. Of een tevreden resultaat voor mij. Een goed resultaat. In ieder geval, ik zie jullie over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat dat gaat zijn, weet ik zelf ook nog niet. Ik laat me verrassen als ik dadelijk een idee krijg van, ah ja, dat kan ik wel opnemen. En jullie laten je natuurlijk dan ook verrassen. Tot dan, doei!